Nou, we hebben vanuit het huis uit hier weggefietst. En via Nederland uiteraard, Duitsland langs de Rijn, zo naar de Bodensee bij Brekens. En dan ga je de passen over naar Italië. En dan ga je zo langs Merano, Trento, Verona, Ferrara, Ravenna, Assisi. En dan kom je uiteindelijk in Rome uit, als je maar doorfietst. We zijn altijd al fietsenenthousiast en Dolf helemaal. En die heeft een fietsclub waarmee hij regelmatig fietst. Maar we, ook vroeger hebben we al vaak fietstochten gehouden. Maar dan nog met een tentje. En daar hadden we dit keer geen zin meer in. Dus dat is natuurlijk heerlijk als je lekker alleen hotels of bed and breakfast. Of soms agricultura's. Dat is bij de boer. Heel mooi in Italië. En nou ja, het is een ontzettend leuke manier van je verplaatsen. Dat je dus helemaal zelf in de hand hebt. Je kan weg wanneer je wil. En je hoeft niet te wachten. Want dat is natuurlijk ook fantastisch. En nou ja, heerlijk. Je ziet de overgang van landschap. Het gaat heel langzaam steeds hoger en hoger. En dat is heel leuk. Want je kan je daar langzaam een beetje op instellen. En nou ja, vooral Oostenrijk was voor mij heel spannend. Maar het viel eigenlijk toch wel mee. Ja, het weer zat heel erg mee. Ja. Ja. We hebben aldoor zon gehad. 1 uurtje een beetje regen de hele reis. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En ook wind ging aardig goed mee. Alleen als we naar het oosten fietsten, dus een stuk naar Ravenna, daar hadden we wind tegen. Uiteindelijk 29 dagen echt gefietst. En dan fiets je echt elke dag. Dus dat, ja, dat was ook wel een beetje de planning. 29 dagen, 30 dagen. Nou ja, wat ik het mooiste vond is toch, Italië ken je wel een beetje. De Rome, Venetië ben ik wel eens geweest en Milaan. Maar nu kom je door eigenlijk de kleine stadjes in de Appenijnen. En je fietst over de weg die door keizer Augustus 2000 jaar geleden nog aangelegd is. Ze hebben ze uiteindelijk wel geasfalteerd op een gegeven moment. En dus die weg volg je nog 200 kilometer. En dan kom je door stadjes die nog voor een deel middeleeuws zijn, maar ook voor een deel nog Romeins. En die ken je eigenlijk niet. Die zijn nog volstrekt onbekend. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien.